als ik zou kunnen stemmen, dat ik op Denk zou stemmen. En waarom? Ja, je ziet eigenlijk daar dat veel zeg maar, allochtone mensen werken. En zij snappen zeg maar, de definitie van wat erachter allemaal speelt. Rechts of links? Links. Nee. Of in het midden? Zeker in het midden. Graag een partij die iedereen gelijk behandelt. Van allochtoon tot autochtoon, van Nederlands tot Marokkaans, van Turks tot Antilliaans. Zullen we de stemwijze gaan doen? Ja. Er moet een maatschappelijke dienstplicht voor jongeren komen. Zij kunnen dan dienen in het leger, bij de politie of in de zorg. Ja, ik denk dat dat heel veel voordelen zou hebben voor de jongeren tegenwoordig. Dat ze dus ook niet de hele tijd thuis zitten en niks doen. Zeker. Ja? Goed. Maatschappelijke dienstplicht. Doen we. Anoniem stelsel citeren, zodat discriminatie op basis van naam niet voor kan komen. Ja, ik ben het mee eens. Want vaak zijn er ook bedrijven die, zeg maar, vanuit de naam een jongen of een meisje niet accepteren. Ik heb ook pas geleden van hem een verhaal gehoord over een jongen die gewoon, zeg maar, bij mensen zijn naam veranderen. Puur omdat hij weet dat mensen discrimineren op zijn buitenlandse naam. Anoniem solliciteren zijn we? Eens. Ja. Belediging van groepen op grond van ras, godsdienst of geaardheid moet niet langer strafbaar zijn. Artikel 1 natuurlijk. Ja, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting. Niet discrimineren. Dus, maar ja, iedereen doet het denk ik wel. Dus we moeten toch maar eens zijn. Waar komen we nou uit? SP op de eerste. Partij van het Dier op de tweede. En Denk op 3. Ja. Nou, welke zou het worden? Denk. Denk, dus ook dat. Oh, ik ga gewoon meteen mee met Denk. Ja, ik ook Denk. Ik denk, ja. Ik denk. Zeker. Ze denken.